de dienstbetrekking met de algemeen directeur van de Stichting Staatsziekenfonds, SZF, Amar Ranjit Singh, is stopgezet. Dit bevestigt minister Amar Ramadien van Volksgezondheid tegenover onze nieuwsdienst. De overeenkomst met Ranjit Singh is niet verlengd in aanloop naar het beraad dat nog moet worden gevoerd met het bestuur van de instelling, zegt Ramadien. Er zijn geen, laat me duidelijk vooropstellen dat er geen sprake is van financiële misstanden. Ja. Dat wil ik wel duidelijk opstellen. Er zijn meer zaken die te maken hebben met management, bestuur en andere zaken. Onderlinge samenwerking met directie. Dus dat er daar issues zijn en dat het in die richting gezocht moet worden. Maar dat wij zeker moeten constateren dat er vooralsnog geen financiële situaties zijn die daar onsmakelijk zijn. Ramadien zegt verder dat hij niet wil reageren op vragen die op sociale media circuleren met betrekking tot de stopzetting van de dienstbetrekking. Voor nu meent de bewindsman dat de dienstbetrekking is beëindigd vanwege management en communicatieve zaken binnen het directieteam. Ik kan niet plaatsen als het te maken heeft met ontevredenheid bij werknemers. Het is een directieteam, laat me dit stellen hoor. Je hebt een algemeen directeur en je hebt drie overige directeuren en je hebt een bestuur. Dus op dit moment zijn besluiten genomen op basis van onderzoekingen, bevindingen die hebben plaatsgehad. En dat er daar een besluit is genomen dat in ieder geval wij als regering besloten hebben om de arbeidsovereenkomst niet verder te continueren. En dat de directie verder de zaken oppakt met het interim management team. Aan de andere kant zullen alle lopende zaken, maar ook onderzoek naar financiële situaties of financiële misstanden die boven water moeten komen, dat we die ook gaan onderzoeken. Dat hebben we ook gedaan bij de vorige zaken die zijn gepleegd onder de vorige directie. De minister zegt dat alles zal worden onderzocht zoals dat het geval was bij het vorig managementteam, waarbij er frauduleuze zaken zijn geconstateerd. De bedoeling is dat het huidig interim managementteam met onder andere oud-SLM-directeur Rajesh Rajkumar de dringende zaken zal oppakken. Ranjit Singh nam op 5 oktober 2020 het roer bij het SZF over van de daarvoor op non-actief gestelde directeur Ricky Kromodiharjo. Het Polytechnic College Suriname, PTC, moet zichtbaarder worden. Deze hoge beroepsopleiding bestaat in februari precies 25 jaar en heeft haar jaardag ingeluid met het onthullen van een nieuwe logo. Ondanks een kwart eeuw van bestaan is het college echter nog te weinig bekend in Suriname.